Een boek van minister Gaston Geens dus. Naast de boeken van zijn collega's Martens en Verhofstadt ligt nu op eigen kracht in de winkel. Ja, ik zou kunnen zeggen, vele collega's, politici doen dat, maar dat is eigenlijk niet de reden. De eigenlijke reden is dat ik aangesproken werd door een uitgever, de drukkerij Lano, maar dat is eerder een aanleiding. Wat ik wilde doen is eens, hoe zou ik het zeggen, getuigen van wat ik gedaan heb. In de politiek uiteraard, dat is mijn beroep. En dat dan over de periode vanaf het begin van mijn loopbaan tot nu. En ik ga dus terug naar mijn eigen engagement. Ik ben een christendemocraat, ik heb daar ook de inspiratie gevonden om aan politiek te doen. En ik geef dat dan zo in een aantal fasen. En een ander element is dat ik eigenlijk met dit boek ook eens wilde getuigen van wat de Vlamingen kunnen. Op eigen kracht, dat heeft niet betrekking op mijzelf, op Gaston Geens, maar dat slaat dus op de Vlamingen. En ik ben dus enkele jaren voorzitter van de Vlaamse regering. Ik heb dus met de Vlamingen gewerkt. En ik heb dus gezien wat wij kunnen als wij een project hebben, als wij duidelijk weten waar we naartoe willen. En op die manier kan een volk worden gemobiliseerd. En daar zijn duidelijk ook resultaten van. Meneer Lano heeft het dus niet moeilijk gehad om u te overtuigen om een boek te schrijven. Wel, ik had mij voorgenomen van dat nooit meer te doen. Ik heb in mijn jonge tijd veel boeken geschreven, maar er waren dus ook andere redenen dan het feit dat dat aangedrongen werd door een uitgever. Ja. Ja. Het boek heet Op eigen kracht. U hebt er een hele vakantie aan opgeofferd uiteindelijk. Ja, ik ben wat geholpen door een redacteur van de Standaard die een ontwerp geschreven heeft op basis van een aantal gesprekken en documentatie en zo. Maar ik heb dat dan niet naar mijn eigen hand gezet. En daar zijn inderdaad de vakantiemaanden van 1987 ingekropen. Maar het was eigenlijk ook wel plezant. In die zin dat men een aantal dingen uit zijn leven herleefde. Dat maakt u terug wat jonger. En men ziet dus een groot aantal dingen opnieuw gebeuren. Daarmee was het eigenlijk ook aangenaam, ja. Ja. Het stoort u dus helemaal niet dat bijvoorbeeld een meneer Martens en meneer Verhofstadt, dat die nu ook allemaal een boek hebben. Het was dus helemaal niet de bedoeling om ook een boek te hebben. Nee, trouwens, dat zijn andere soorten boeken, denk ik. Ze zijn daar trouwens vrij in, dat is nogal duidelijk. Maar ik wilde dus eigenlijk eens iets zelf schrijven. En zeer duidelijk naar de mensen ook zeggen, kijk, daarom heb ik dat gedaan, ja. Nu de inhoud van het boek, u zei het er net al een beetje, Vlaanderen komt daar natuurlijk bijzonder goed uit. Het geloof in Vlaanderen is wel bijzonder sterk, hè? Ja, ik heb dat van mijn jeugd mee genomen, zo, want toen wij student waren aan de universiteit, dan was dat in de periode na de oorlog. Alles moest weer opgebouwd worden. En wij waren hier in Leuven geïnspireerd door een aantal professoren die ons zeiden, kijk, daar is nu iets te doen. Dat volk moet opnieuw gaan groeien. Het eerste deel van het boek is trouwens de wil om te groeien. En dat was dus uitgaande van de slechte oorlogsjaren. Nu is opnieuw in de wereld plaats voor wederopbouw en voor groei. En vandaar dus twee dingen die volgens mij gelukkig samenvielen. Het was enerzijds dus deze algemene trend, deze algemene beweging naar iets nieuws, naar vooruitgang. En van de andere kant het feit dat vooral dan de Vlamingen volop begonnen op te komen. In de jaren 50 bijvoorbeeld waren wij hier aan de universiteit in Leuven nog met een minderheid. En als je dat vergeleek met de rest van het land, de Vlamingen hadden een enorme achterstand op het stuk van bijvoorbeeld hoger onderwijs, universitair onderwijs. Mijn generatie en de volgende generaties zijn dus in ruime mate naar het hoger onderwijs gegaan en hebben op die manier eigenlijk een enorm kapitaal opgebouwd dat zij nadien hebben aangewend ook om de maatschappij op gang te brengen. En ik kan dat zo altijd met een paar dingen illustreren. Er zijn duizenden universiteiten in de wereld. En wanneer ik zie wat onze mensen doen, onze wetenschapsmensen, die zijn verhoudingsgewijs in de wereld veel belangrijker dan op basis van ons aantal. We zijn alles samengenomen 1 op 1000 in de wereld. Maar als je dat dus neemt als criterium, dan kom je niet ver. Maar
Onze mensen worden gevraagd over heel de wereld. Wij hebben bepaalde domeinen van de wetenschap waar wij wereldprimaars tot stand brengen en zo verder. Wel, als u dat allemaal kunt doortrekken naar het economisch leven, naar het bedrijfsleven, naar alle takken van activiteit, dan kom je vooruit. En het is dat wat wij gedaan hebben. Men spreekt nu soms een beetje gemakkelijk over de gouden 60er jaren, maar dat was een periode waarin men op amper 12, 13 jaar het inkomen, het maatschappelijk inkomen, heeft verdubbeld. Dat heeft men nooit in de geschiedenis gedaan voorheen, en zal men wellicht ook nooit meer doen. Maar dat heeft al de andere gevolgen gehad. Bijvoorbeeld dat wij een groot net van sociale zekerheid hebben kunnen uitbouwen. Dat wij op het vlak van cultuur zijn vooruitgegaan op allerlei domeinen. En dat was dus deze werkelijk unieke periode in onze geschiedenis, ja. Hoe hebt u het boek opgevat? U hebt het in een aantal delen verdeeld? Wel, er is dus een eerste deel. Ik heb de titel daar juist reeds gegeven. De wil om te groeien. Dat loopt van de jaren 50 zo tot 1980. Was ook de periode dat ik politieke verantwoordelijkheid heb gedragen op het nationale vlak. En ook de periode dat wij de moeilijkheden hadden van de jaren 70, de crisis en zo verder. Maar ik heb altijd datzelfde thema toen blijven herhalen. Er zijn een aantal dingen die goed gaan. We hebben een aantal goede troeven, we moeten die gebruiken. En het tweede deel is dan de periode 80-87 dat ik aan het hoofd stond van de Vlaamse regering. En die draagt als titel: wat we zelf doen, doen we beter. Het gaat hiervan uit. Sinds 80 hebben we dus een eigen regering, een eigen parlement. In vele domeinen kunnen we zelf de politiek bepalen. Wat hebben we ervan gemaakt? En ik ben ervan overtuigd dat een aantal dingen op die manier ook inderdaad beter zijn gegaan. Niet dat ik dat zo, laten we zeggen, als een triomfkreet wil uitroepen. Wat we zelf doen, doen we beter. Het is eigenlijk in de betekenis van een opgave. Wat we zelf doen, moeten we beter kunnen doen. En vandaar dat het dus een bestendige opgave is. Maar we kunnen daar misschien even op ingaan. Eerst het derde deel. Het derde deel draagt als titel opgaven voor morgen. Dus naar de toekomst toe. Want ik beschouw dit boek niet als een afsluiten van mijn loopbaan. Maar naar de toekomst toe. Wij staan nu voor de mogelijkheid om opnieuw een grote stap, en ik hoop een definitieve stap te doen, in de modernisering, in de vernieuwing van de Belgische staat. En dat valt samen met een ander element, namelijk het feit dat binnen enkele jaren, 1992, wij staan in de Europese eenheidsmarkt. Dit is ongemeen belangrijk voor onze toekomst. We moeten zorgen dat we klaar zijn, dat wij met moderne staatsstructuren die periode ingaan, omdat ik ervan uitga dat in dat verruimde Europa, waar ook eigenlijk alle grenzen definitief zullen worden afgeschaft, wij een buitengewoon goede plaats hebben. Wij zijn in het hart van Europa gelegen. Meer zelfs, wij zijn het hart van Europa. Niet alleen geografisch, maar in vele andere gebieden. We hebben de hoofdstad van Europa, Brussel, binnen onze grenzen. Brussel ligt geografisch in Vlaanderen. Wij hebben trouwens ook altijd gezegd, en dat ook door de wet bekrachtigd, Brussel is de hoofdstad ook van de Vlamingen. Plus zoveel andere elementen, troeven noem ik die altijd, die ons moeten toelaten van in Europa, en dat is alles samengenomen 320 miljoen mensen, is eigenlijk het grootste economische blok, of als u wil, de belangrijkste economische kracht in de wereld, en daar zitten wij dus werkelijk in het hartje. En dus laten wij ervan uitgaan dat wij die kans moeten waarnemen. En dat is trouwens altijd wat ik zeg tegen de jonge mensen. Er is zoveel te doen in de wereld. En wanneer men zich inzet, wanneer men daarin gelooft, wanneer men gelooft in zichzelf, dan kunnen wij dus daar uiteraard een zeer belangrijke plaats innemen.